Het Noord-Italiaanse Zuid-Tirol klinkt ver, maar dat is het niet. Het ligt namelijk nog maar net over de grens van Oostenrijk. Je rijdt via Nuremberg, München, Innsbruck en dan over de Brennerpas rij je zo Noord-Italië binnen. Het is makkelijk binnen 8 à 9 uur te doen. Ik ga dit keer een skitour maken van 40 kilometer. Helemaal om het Sella-massief. Het heet dus ook de Sella Ronda. En het duurt wel even voordat we die klaar hebben. En het kost nogal veel energie, vandaar dus deze appelstroedel. Op de Sella Ronda kom ik 4 plaatsen tegen. We zijn begonnen in Val Gardena. Dan komen we langs Corvara. En het rondje zo Araba. En dan via Canazei weer terug naar Val Gardena. We komen nu in de buurt van Corvara. De Sella Ronde is echt de grote klassieker van de Dolomiti Superski. Veel mensen denken ten onrechte dat Sella Ronde en Superski hetzelfde zijn. Dat is zeker niet waar. De Dolomiti Superski is de naam van de skipas die in nog veel meer gebieden geldig is dan alleen rond het Sella-massief. De Sella Ronde is overigens wel het grootste gebied van de Superski, waar de pistes allemaal op elkaar aansluiten. Dat hutje daar, en daar ga ik een bakje koffie drinken. Is het nou alweer tijd voor een bakkie? Je bent nog niet eens halverwege de ronde, Patrice. Nou, vooruit dan. Maar als die meneer klaar is met zingen, dan gaan we weer verder. Nee, ik ga niet vallen. Je kunt de Sella Ronda op 2 manieren skiën. Wil je met de klok mee, dan volg je de oranje bordjes. Maar je kunt ook tegen de klok in. En dan krijg je een hele andere route. En dan volg je de groene bordjes. De Sella Ronda is in totaal zo'n 40 kilometer. En als je een beetje vlot doorskiet, heb je het in 4 à 5 uur gedaan. En als je het op je gemakje doet, ben je toch zo gauw 5 à 6 uur bezig. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat je een niet onbelangrijk deel van de tijd in de liften doorbrengt. Er wordt hard aan gewerkt, maar op sommige stukken zijn de liften nog een beetje aan de trage kant. En als je de Sella Ronda skiet, dan zie je natuurlijk steeds dat imposante Sella-massief in het middelpunt. Ja, het is wat dat betreft weer eens iets heel anders dan het inmiddels beroemde rondje om de kerk. Van treinen moeten ze hier sowieso niet veel hebben. Gewone skiliften doen het werk.